in de centrale in Gent vanmiddag. Daar werd het jaarlijkse stadsfestival Belmundo op gang getrapt. Een maand lang staat Gent weer in het teken van de internationale solidariteit. Een begrip dat vandaag actueler is dan ooit. Ik moet zeggen dat ik hier als schepene en als mens gewoon ook met gemengde gevoelens sta. Als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt. In Oekraïne, de oorlog die daar woedt, heel dicht bij huis. Dus toont aan hoe belangrijk het is dat we het blijven hebben over internationale solidariteit, over vrede, over mensenrechten. Deze editie ook de link maken naar de natuur. Maar de realiteit toont ook aan hoe kwetsbaar dat ook allemaal is. Het thema van het Belmundo Festival dit jaar is de rechten van mens en natuur. Verschillende Gentse organisaties die zich inzetten voor het klimaat en een beter leefmilieu stelden hun werking voor in de turbinezaal van de centrale. Er waren verschillende workshops voor jong en oud, maar je kon er ook kennis maken met de activiteiten die tijdens de maand maart op het programma staan. Vanaf 1 maart tot en met 31 maart staat heel Gent in het teken van de internationale solidariteit. En gaan we eigenlijk overal in de stad te vinden zijn met een heel uitgebreid programma. Internationale solidariteit is natuurlijk een heel breed thema, kan over van alles gaan. En elk jaar kiezen we voor een thema, de rechten van mens en natuur. Ik denk dat dat een interessant thema is om te kijken hoe dat we de strijd voor een betere planeet kunnen zien als een gedeelde strijd van mens en natuur. Niet elk apart, maar samen. Vanmiddag was de centrale nog het speelterrein van de gezinnen met jonge kinderen. Maar vanaf 1 maart kan je elke dag wel een nieuw sociaal project ontdekken in en rond Gent. De hele maand blijven we activiteiten organiseren, van workshops, kunst, cultuur, maar ook debatten. Van leren om droogbloemenboeketten te maken tot debatten over eerlijk bankieren. Dus een heel gevarieerd aanbod op heel wat locaties in onze stad.